Dan gaan we snel even naar het Songfestival. Want het lijkt er nu op dat het per ongeluk bekend is gemaakt. Ja, ik snap. Jij denkt ook vrijdag. Op het puntje van de bank heb ik nog nooit gezien. Luister goed mee. Nou, het lijkt dat de stad bekend per ongeluk is gemaakt op de site van de officiële Eurovision site. Daar hebben we net een tip van binnengekregen. Daar staat heel groot Rotterdam. Eurovision, kijk, hier zie je het Rotterdam 2020. Die site is aangemaakt, die URL. En als we dan Maastricht invullen, dus met de slash Maastricht, die was er niet, die is niet gevonden. Nou, ik heb net Sietse Bakker snel geappt van het hoofd, de producent van het Songfestival in Nederland. Die zegt, dit zal wel weer een mock-up zijn. Een paar weken geleden ook al zoiets voorbij zien komen. Maar het is natuurlijk heel frappant. Het wordt nu ook op Twitter gezet door Wat wel interessant mensen. Is, vind ik, is dat dus, er kwam dus een printscreentje van dit ding. Ja. Toen hebben wij die URL ook zelf ingetikt. En toen was die site er nog. En vervolgens is een paar minuten later die site offline gehaald. Dus die site heeft bestaan. Er is iets aan de hand achter de schermen. Eurovision heeft misschien iets te vroeg op voor zijn beurt het al online. Dat kan natuurlijk, want dat gebeurt hartstikke vaak bij sites. Ja. Dat er net even een overijverige webmaster is. Ja, want moet in principe horen we vrijdag pas officieel welk van de twee steden daadwerkelijk de host dus dit wordt. Is natuurlijk dit is voorbereiding wat een beetje mis is gegaan. Zo ziet het eruit, want het ziet er hartstikke professioneel uit. De officiële reactie is nu een mock-up en het schijnt niet te kloppen. Maar ja, het is... Vrijdag weten we echt meer. Spannend. Goed, dit was RTL Boulevard. Zo meteen het RTL Nieuws. En morgen, dan zijn we weer. Tot dan. Tot morgen.